Ik ben heel benieuwd. Oké. No! Yo, Nintendo fans! Ik ben benieuwd of dit de laatste baas is in Kirby en de Vergeten Wereld. Ik denk eigenlijk van niet, maar we gaan het zien hier bovenop de vulkaan. Op audiëntie bij de koning. Doe de duimpjes omhoog, vergeet niet te abonneren. En dan gaan we snel die koning eens even voor zijn kont schoppen. Let's go, let's go, let's go! Ik heb mijn boomerang meneer bij me. Maar ik kan daar beneden kiezen voor andere power-ups. Dus even kijken welke ik kan pakken allemaal. Ja, ik denk dat deze boomerang op zich wel chill is. Ik denk dat ik misschien gewoon hiervoor moet gaan. Nou, wie is de koning? Ja, de koning moet wel King DDD zijn, toch? Ja, ja, dat is die. Jij hebt Elfwieling gestolen, jij makker. Ik zie je al staan. Wat sta jij te lachen, vriend? Wat sta jij te lachen? Wat? Wat is er met je hoofd gebeurd? Wat is er met je hoofd? De wilde tiran, vergeten, DDD. Yo, hij heeft een of andere sick masker. Hij heeft nu... Oh, hij heeft gewoon twee... Ah! Auw! Hij heeft gewoon twee hamers, joh. Auw, oké, dit gaat niet goed. Dit begint niet goed, jongens. Dit begint een beetje slecht. Wat ga je doen? Ja, oké, sliding. Nog een sliding. Hou je op? Ja, kijk, hij is duizelig. Oké, cool, hij is duizelig. Let's go. Maak hem kapot. Sliding. Oh, een spring. Lekker. Wat doet hij? Ik ben een beetje bang voor hem. Oké, nog eentje. Ja, let's go. Ja, dit gaat goed. En nu moeten we oppassen, want nu gaat hij weer die gekke moves doen. Ja, oké. Helemaal top. Nu ga je spelen. Oh, wat? Wat? Wat doe je? Jeetje, hij gooit zijn hamers gewoon keihard op me af en hij houdt er twee uit zijn kontzak. Ja, natuurlijk, joh. Natuurlijk heb je hamers in je kontzak. Oké, wat ga je doen? Oké, dat was dit, ja. Ja, dan moet ik weer slidings maken. Nog een sliding maken. Ben je al duizelig? Je bent duizelig, hè? Laat maar zien, jongen. Je bent kapot duizelig. Dit is het niet, jongen. Hij is niet dood. Hij is nog niet kapot. Hij gaat sowieso nog terugkomen. Dit is het niet. Forgetto DDD. Zie je? Nee, zie je? Ja. Oh, wat? Wat doe je? Dude, wat doe je? Wat doe je? Je wordt een of andere wilde stier nu, joh. Wat een mafkees. Kan je hem gaan? Ja, dit gaat best wel goed met deze power-up eigenlijk. Ik wil hem eigenlijk nu best wel graag verslaan met deze power-up. Hij heeft opeens allemaal lava hier. Ja, je bent er zelf ook moe van, hè, vriend? Je bent wel bijna kapot, jongen. Maak hem kapot! Ah! Hij is bijna kapot! Ah! Is dit het? Is die dood? Ik denk het niet, man. Ik denk dat hij met nog iets komt. Ik vertrouw jou niet. Hier is wel een worldeertje, maar de vorige keer stond hij ook weer op. Ik vertrouw deze guy niet. Hier, maak hem kapot, Kirby. Leer je. Heb je je les geleerd? Hij gaat niet kapot. Maak een sliding op zijn hoofd. Nee? Oké, we gaan deze worldeertjes bevrijden. Let's go. Niet opstaan, King DDD. Niet opstaan. Blijf liggen. Niet weer opstaan. Blijf daar. Lekker. Ik heb voor de rest helemaal niks gehaald trouwens. Geen challenges. Ja, lekker. Oh, wat? Oh, de Waddle-Dees zijn lief voor hem. Ja, Kirby ook. Kirby zegt hallo. Hallo, DDD. Hoe gaat het met je? Gaat het goed met je? Maar er is een boosaardigere kracht zo te zien. Kom op, Curbs. Gaan we samenwerken? Ik wil met jou samenwerken, King DDD. Oh my gosh. Alle beesten komen eraan gerend. We moeten weg. We moeten weg. We moeten ontsnappen. Oh nee. Er viel een Waddle-Deetje. Nee. Blijft er nou een Waddle-Dee achter? Ah, King DDD, red hem. Red hem. Red hem van de slangen. Ja, lekker. Oh my god. Oh nee. Ik hou de deur open. Dit hadden we beter andersom kunnen doen. King DDD had beter de deur open kunnen houden. Want ik denk dat hij sterker is. En dan hadden wij het ding wel gepakt. Hij gooit die Waddle-Dee. Oh god. Kijk hem met zijn hamer. Hij doet een Thor daar zo. Hij doet alsof hij Thor is. Ja, hij kan dit wel overleven. Lap. De ontdekker? Er is nog een wereld, hè? Er is gewoon nog een wereld. Ik wist het. Het is nog niet klaar. Automatische taaldetectie geactiveerd. Authenticatieprotocol geactiveerd. Gaan we naar boven? Wat is dit? De Don Dekker Droomtour. Wat is Object ID F86? Het is zo'n blij muziekje, maar dit is een ultieme vijand. Ik krijg hier Metroid vibes van. ID F86 kan teleporteren. Oh, lekker. De Waddle Dee hamsters die zijn uit de kooien gehaald. Die moeten even in het rad gaan lopen. Wat is dit? Wat gebeurt hier? 30 jaar na het begin van het onderzoek gebeurde er iets bij een warp-experiment in dit lab. Een nieuwe levensvorm splitste zich af van het object en die wist te ontkomen. We moeten gaan vechten tegen dat ding. Dit is wel tof gedaan hoor. Maar waar is die? Er is geen activiteit waargenomen. Oh.
wij gaan naar de eeuwige capsule. Oh my gosh. We gaan de Charizard krachten nemen, jongens. Altijd weer die Charizard Typhlosion Fusion. Hier is die. ID F86. Wat is dit? We gaan hier naar binnen. Ik ben heel benieuwd. Oké. No! Het heeft met Elfilin te maken. Kijk maar eens goed rond, roze indringer. Ziet het er niet heel mooi uit? Dit is nog niet eens de complete vorm van de grote. Zonder zijn andere helft is die niet compleet. Lang geleden gaf de grote de bewoners van deze wereld een wonderlijke kracht. Zij lieten deze wereld achter en kwamen in een droomwereld terecht. Wanneer de grote weer compleet is, dan zullen wij die kracht ook ontvangen. Wij die achterbleven in dit vergeten land. En nu is het eindelijk zover. Oh nee, daar is Elfilin. Nee. Kom op, Kirby. Breek dit allemaal kapot. Elfilin is de ontbrekende helft van de grote. En eindelijk, na alle inspanningen, kunnen we hem helpen weer zijn complete vorm aan te nemen. We hebben jarenlang over dit moment gedroomd. Waag het niet om ons tegen te houden. We vreten je met huid en haar op. Nou, dat is precies wat ik wil doen. Ik wil precies jullie tegenhouden. Dat is zeker wel het plan. Oké, wacht. Oh, grote konijn doet vervelend. Grote konijn doet vervelend. Grote konijn deed heel vervelend. En grote konijn doet nog steeds vervelend. Nou, grote konijn, nu is het klaar, jongen. Ik ga gewoon tegen jou aanvliegen anders, hè. De leeuw ontwaakt van zijn troon. What? Beestenkoning Leongar. Dit is hem. Dit is hem. Ik ga jou slopen. Oh, ja. Ik ga jou zeker proberen te slopen. Maar jij probeert... wat ga je doen? Oké, dit gaat tot nu toe redelijk. Ik ben wel een beetje bang voor hem. Ik moet wel een beetje voorzichtig doen. Maar tot nu toe gaat het best redelijk. Ik word nog niet echt geraakt door hem. En dat is top. Wat doet hij opeens allemaal? Hij wordt helemaal lijp. Dit eerste stuk ging zo goed, maar nu niet meer. Oké. Nu springen. Nu weer staan. En kan ik hem nu pakken? Of ik wil je raken. Ik wil iets tegen je doen. Oké, dit... Ja? Ja, raak hem. Zet hem in brand. Lekker. En weg. Ja, nice. En weg. Nog een keer weg. Cool. Hij gaat kapot. Hij gaat heel bijna kapot. We gaan hem slopen. Let's go. Leongar. Daar ga je, jongen. Boom. Wegwezen met jou. Yes. Elfilin is weer terug. Lekker gedaan, Cherry Kirby. Kom uit je capsule. Nice. En misschien kunnen we gelijk die andere ook bevrijden. De ID F86 volgens mij. We zijn weer compleet. Nee. Niet wakker worden. Hij zegt, jij, hoe durf je? Plan in duigen, belangrijk plan. Werkers nodig, vortex geopend, werkers gevonden, hier gebracht. Maar fout gemaakt, ergerlijke roze vergissing. Zorgvuldig plan, nu voor niets. Geen plan meer, geen geduld meer. In plaats daarvan zal alles verslonden worden. Oh nee. Moeten we nou ook tegen deze? Nee. Maar dat is niet de bedoeling. Elfilin, doe iets. Wat gebeurt er? Oké. Slijm? Iedereen wordt gepakt door de slijm? Het grote slijmmonster? Oh nee. Wat is dit, joh? King Dedede, kom me alsjeblieft helpen. Want ik weet niet wat dit voor een ziek monster is. Maar... laten we wegrennen, ontsnappen, weet ik van wat. We moeten hier weg. Dit is niet oké. Rennen! Oké. Dit laboratorium moet voor altijd gesloten blijven. Ik geloof niet dat erin zit. Is sterker nog, hij gaat nu al open. Net nadat we weg zijn. De invasie versoort ultieme vergeto. Yo, we moeten keihard gaan rennen, Curbs. Keihard rennen. Oh, wat een ziek, eng, vies... raar monster. Kan ik hem verslaan? Kan ik hem... Oh ja, kijk. Ik kan hem een beetje laten branden. Oké. Burn. Verbrand. Gooi vuur. Gooi meer vuur. En vlieg weg. En gooi meer vuur. En vlieg weer weg. En gooi meer vuur. Ja, dit gaat best wel oké. Ik zou hem ook kunnen schieten, maar ik moet zeggen... met het vuur gaat het eigenlijk ook best wel heel erg lekker. Ah, kijk, daar komt hij weer. Ja, nice. Oh, dit gaat goed. Dit gaat heel goed. Wegwezen, Curb. Beetje vuur gooien, zodat hij weer verbrandt. Pas op voor de slijm.
Ja, oké. Dit gaat supergoed. Ik geloof niet dat dit zo goed kan gaan. Maar dit gaat echt supergoed. Go. Go. We hebben hem al bijna gesloopt, joh. Hij is al bijna kapot. Hij is echt al bijna kapot. Is het gewoon dat hij nu kapot is al? Hebben we hem al verslagen? Was dit de beste optie ooit om deze Charizard vuurkracht te houden? We zijn nog steeds niet klaar, hè? We zijn nog steeds... Oh, nee! No! No! Niet Elfilin pakken! Nee! Kom op, Curb! Oh, nee. Ik dacht dat ik de game had uitgespeeld. Maar nee. Dat zal ongetwijfeld niet zo zijn. Dat zal niet zo zijn. We moeten hier even dit emmertje pakken. Is er nu nog een deel van de boss battle? Wat intens, wat ziek. Gaat deze eindbaas gewoon letterlijk in 5 fases of zo? Jemig. Eerst King Dedede. Toen de leeuw. Toen de ultieme leeuw. Toen de slijmleeuw. En nu? Wat krijgen we nu? Holy mo, ja. Er komt nog een deel. Dit is echt heel vet. Ik heb volgens mij nog nooit zo'n tof eindstuk gehad in een Kirby game ooit. Dit is oprecht vet. Het kan denk ik ook best lastig zijn. Moeten we nu... Wauw. Ultieme levensvorm. De Ultimo Elfilis. Ze zijn gefused. Ik heb het gevoel dat dit heel moeilijk gaat worden. Oké, wat ga je doen? Je gaat allerlei gekke shit op mij afvuren. Ja, niet zo'n klein beetje ook. Ik had denk ik gewoon moeten blijven rennen. Ik denk dat ik nu gewoon moet rennen. Ja, oké. Geen probleem als we rennen. Daarna wel een probleem. Kom op, met het drakenvuur. Ik was te vroeg. Ik word echt veel te veel geraakt. Dit gaat te moeilijk. Dit gaat te langzaam. Ik vind jou niet leuk. Ik vind jou te moeilijk. Ik weet niet wat je allemaal aan het doen bent. Maar gelukkig kan ik wel zweven met Kirby. En kunnen we je nu in de fik zetten. Oh, ik heb hem pas voor 1/3 neer. Woe, sick. Ga je dat nog een keer doen? Ja, dat ga je nog een keer doen. Dan ben ik weer... Nou, ik word zoveel geraakt door deze nare Ultimo Elfilis. Ik had dit best in 1 keer gekund, denk ik. Maar ik ben een beetje aan het falen. Let's go. Beetje eromheen draaien. En wat vuur gooien. En dan weer rennen. Nee. Jij nare eindbaas. Ik ga dit niet in 1 keer redden, denk ik. Lekker. Oké, dit is pas fase 1. Oké. Wat ga je nu doen? Nu word je helemaal lijp. Mag ik healing? Ik wil healing. Gun healing. Hij gooit nu allerlei rotsblokken. Die kan ik allemaal ontwijken. De grote rotsblok kan ik ook ontwijken. Jeetje, het is een heel huis. Holy moly, joh. Oké, hij is nu 3 keer. En ik heb natuurlijk precies de verkeerde allebei als eerst. Hij hield. Nee, hij hield. Wat een naar figuur. Niet healen jij. Ik ga dit echt niet redden. Het gaat me niet lukken, jongens. Ik ga je wel gewoon met... Nee, ik ga jou niet verslaan. Het is klaar. Daar gaan we. Poging 2. Oké, nu gaat het beter, jongens. Ik heb nu veel meer HP over de 2e keer. Je moet een beetje leren welke aanvallen die doet. En die van fase 1 heb ik nu al door. Ik weet nog niet zo goed wat hij nu allemaal gaat doen. Ja, die rotsblokken gaat hij gooien. Ja. Oef, dan word ik weer door een rotsblok geraakt. En dan word ik denk ik ook door dit rotsblok... Ja, nee, nu gaat het gelijk weer helemaal fout. Ik moet ook niet zeggen dat het goed ging. Want nu gaat het gelijk weer fout. Dan doet hij 2 keer dit. Dan moet je 2 keer zo doen. En dan komt hij op je af, volgens mij. En dan zit hij vast. En dan kan je hem een beetje raken. Ja, en dan. Ik weet niet wat hij nu gaat doen, hoor, jongens. Dit is weer een nieuwe. Oh ja, deze. Dan moet ik waarschijnlijk nu alle 3 weer kapot maken. Voordat hij weer gaat healen. Ja, dit is niet te doen. Dit is niet te doen. Kijk, nu is hij weer geheeld. Hoe ga ik dat verhelpen? Verdorie. Ook heel naar dat ik net door die grote komet... Ja, ik kan nergens naartoe! Oké, nu volle kracht. En... Ja, ik heb hem wel echt heel bijna. Maar ja, hij heeft mij ook echt heel bijna. Dus ik zou... Oh, en hij gaat weer healen natuurlijk. Hij gaat weer healen. Let's go. Niet healen. Laat hem niet healen. Lekker. Hij gaat niet healen. Lekker, we kunnen hem slopen. Kom op. Elfilin. Doe dit. Ik weet niet wat je wil doen. Oh, wat? Wij worden Elfilin. Of wat? Wij fusen met Elfilin. En dan maken we hem zo kapot vanaf zijn rug. Oké, go. Ja! Ja! Het is gelukt.
We hebben Elvilin bevrijd. Denk ik. Ja. Nice. Het is klaar met hem. Oh, dat laatste stukje. Gelukkig lieten we hem niet healen. En was hij gewoon in één keer kapot. Want ik was ook bijna kapot. Maar, oh my gosh. Is hij wel kapot? Hij gaat weg. Hij vliegt weg. Hij is niet kapot, hè? Gaan we nog een fase doen? Fase 36 en een half? Nee, toch. Elfwielin zegt wat een kracht. Wat hij ook aan het proberen is. Het ziet er niet goed uit. Wat is er gebeurd, Kirby? Ja, ik heb geen idee. Maar dit is mijn thuis. Dit is inderdaad planeet Popstar. Dit is waar ik vandaan kom. Hij probeert Popstar door de vortex te trekken. Hij wil jouw wereld met de onze laten botsen. Nee, niet. We moeten dit tegenhouden, maar hoe? King Dedede. Kom. Nee, geen King Dedede. Onwijze vrachtwagen komt ons helpen. Oké. Mouthful truck driver Kirby. Dit is zo cool. Oké, let's go. Let's go, let's go, turbo. Mop, springen. Rijden, jongen, rijden. Let's go. Maak alles kapot. Spring hier bovenop. Lekker. Hier naartoe. Oh my gosh. Ik weet niet waar we helemaal naartoe gaan. Maar we gaan lekker. Go. Spring. Spring. Spring nog een keer. Hier bovenop. Nog even één super sprint. Let's go. Ik weet nog steeds niet hoe we dit gaan stoppen. Oh, we gaan gewoon keihard tegen hem aanrijden, denk ik. Kijk, daar komen we. Kijk hem chagrijnig zijn. Je gaat gewoon nog meer huizen op mij afgooien. Hoe ga ik deze ontwijken? Door op B te drukken. Door heel veel op B te drukken. Lekker. Man, man, man. Oh, op A drukken, springen. Ja! Let's go! Hij raakt nog steeds niet onder de indruk. Hij is niet onder de indruk. We moeten hier dwars doorheen, denk ik, Kirby. We moeten hier, denk ik, dwars doorheen. Go! Jeetje, wat gebeurt hier allemaal? Kom op, Elfilin. Yo. Elfilin boost ons als een malle. Ik moet alle knopjes kaart indrukken. Lekker. Hij doet zijn best. Ja, maar het gaat je niet helpen, vriend. Elfilin is sterker dan jij. Bap. Hebben we de planeet gered? Is Popstar gered? Leeft Kirby nog? Leeft Elfilin nog? Bestaan de Waddlebees nog? Ik heb zoveel vragen. Waar is King Dedede? Waar is Meta Knight? Wat gebeurt hier allemaal? In ieder geval, we liggen in het gras. En ik denk dat dat een goed teken is. Maar nog niet helemaal. Is dit de planeet Popstar, vragen we ons af. Er wordt van alles en nog wat verzwolgen. De boompies. Dit gaat alsnog fout, hè? Dit gaat alsnog fout. Zijn we nou nog steeds niet klaar? Wat ga je doen, Elfilin? Ik moet de verbinding tussen de werelden sluiten. Wat een baas. Kirby kan het zelf niet doen. Nee, je gaat niet jezelf opofferen, toch? Al kost het al mijn kracht, zegt Elfilin. Niet doen. Niet doen. Hey Kirby. Bedankt voor alles. Nee! Niet wel. Oh nee, kijk de traantjes. Nee. Wat een verdrietig einde. Dit is zo zielig. De wereld is weer helemaal groen en mooi. Maar Elfilin heeft zichzelf opgeofferd. Of niet? Of niet? Komt hij terug? Ja. Hij is teruggekomen. Kijk maar naar deze foto. Ja, kijk al onze avonturen. Oh, King Dedede. Die is ook weer blij geworden zo te zien. Alle bazen zijn ook weer blij. Kijk. Wat een mooie foto. Heel vet. Wat een leuk spel was dit. Maar de leeuw, die bevindt zich hier nog steeds. En er staat bij dat het wordt vervolgd. Oftewel, er komt gewoon DLC. Maar hebben we de game dan nu ook uitgespeeld of niet? Er is nog een kauwgomballenautomaat bijgekomen. De Waddlebees die staan hier buiten om op te treden. Er is een extra uitdaging hier in de arena. De ultieme beker. Hey, en daar links zie je King Dedede. Zag je hem liggen? Vanaf nu kunnen we kopieerkrachten versterken.
Claudia is hier ook. En ze is heel verdrietig. Wat zou daar aan de hand zijn? De Rus is teruggekeerd. De dieren zijn er met ons komen vieren, maar Leon Garnel niet. En Claudia is waarschijnlijk op zoek naar hem. Oh, misschien weet ze meer. Laten we vragen wat ze weet. Blijkbaar zijn er nog steeds dingen te doen. En wat er dan te doen is, ja, dan gaan we toch nog een keertje checken. Doe een duimpje omhoog als je deze extra lange video vet vond. Vergeet niet te abonneren als je meer Nintendo video's wil zien. En dan zie ik je hopelijk gewoon bij de volgende. Dit was echt onwijs vet. Mazzel!